En rijden met grote snelheden en controle verliezen over voertuigen zijn de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen. Helmut Geesius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, zegt dat de gemeenschap de afgelopen tijd geconfronteerd is met veel verkeersongevallen. Hoewel het aantal verkeersdoden tot april 2022 niet verschilt met de afgelopen 5 jaren, zegt Geesius dat er een gedragsverandering moet komen. Het kan niet zo zijn dat jaarlijks hetzelfde patroon te merken is. Hij benadrukt dat verkeerdeelnemers moeten letten op hun snelheid. En wat wil dat zeggen? Dat we ons steeds meer bewust worden van de snelheid waarmee we ons verplaatsen op de openbare weg. Toch, dat is niet moeilijk. Sta stil bij de snelheid die je hanteert als je gaat langs scholen. Als je gaat langs ziekenhuizen. Als je rijdt in woonbuurten. Als je rijdt langs files. Toch? Want je vroeg daarnet een beeld van de verkeerssituatie. Dus die files die we het afgelopen jaar zagen en daarvoor zien we nog steeds. Hoe snel rijden we langs files? Hoe snel rijden we in het donker? Bij regen. Bij regen en het is donker. Hoe snel rijden we of verplaatsen we ons? Het punt is, we weten dus dat wanneer we op school moeten zijn, wanneer we aan het werk moeten zijn of een andere sociale activiteit willen gaan bezoeken, dat we onze auto pakken of ons voertuig pakken, of het nou is een bromfiets, en we verplaatsen ons daar naartoe. Punt is nu, met welke snelheid willen we dat doen? Die snelheid moet een functie hebben. In het geval van ambulance bijvoorbeeld of brandweer, heeft die snelheid een functie? Maar wat is bij ons de noodzaak om ons harder dan normaal, ja, dus harder dan normaal, te verplaatsen in het verkeer? Geesius wijst erop dat mensen niet beseffen wat voor gevaar ze kunnen vormen in het verkeer. Als voorbeeld haalt hij aan vrachtwagens met trekkers die met slechte verlichting deelnemen aan het verkeer. Geesius geeft verder aan dat ook voetgangers ervoor moeten zorgen dat het verkeer veilig verloopt. Voertuigen, de vele auto's met te donker getinte ruiten. Althans, met een tint waarmee je eigenlijk geen zicht krijgt op de bestuurder van het voertuig. En dat betekent dat je dan moeilijk kunt communiceren. Dus als je naar een richtingwijzer die niet functioneert, is die communicatie moeilijk. Maar ook als ik je niet kan zien achter het stuur. Je moet als eerste bewust zijn van je eigen kwetsbaarheid als voetganger. Als je in aanraking komt met dat voertuig is in beweging, jij bent in beweging. Dat voertuig loopt schade op, maar jij loopt of letsels of jodede. Toch? En we weten dat, ik had het eerder over het beheersen van dus de eigen snelheid. Hoe hoger je snelheid, hoe groter de kans of het risico op ernstig letsel of dood. Ja, en we weten dus dat bij 50 kilometer dat er is 20% kans op dodelijke afloop en bij 80 kilometer naar 60%. Dus daar moet je God bidden dat je nog leeft. Haast je niet, beheers je op de weg, toch? Wat is die hype van inhalen? En dan nog wel inhalen onder gevaarlijke omstandigheden. Dus beheers je snelheid. Beheers jouw gedrag op de openbare weg. Ja, denk ook niet alleen aan de veiligheid van jezelf, maar ook van die medeweggebruiker. Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers gaat door met educatie voor veilig verkeer. De organisatie heeft infomercials en een radioprogramma waarmee ze het volk maandelijks informeert hoe veilig verkeer bevorderd kan worden. Ook bestaat er een samenwerking met het Korps Politie Suriname.